Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik een heel opgeruimd bureau. En ik heb Fleischmann, Deutsche Bahn Regio wagons. Het zijn er vier stuks. Er zit één dubbele tussen. En deze wagons, dat zijn van het type UIC. UICX zeggen ze vaak. Zijn internationale wagons die in grote getalen gemaakt zijn. En volgens verschillende series. En bedoeld waren het basistype voor internationaal vervoer. En alle afgeleiden daarvan die in Duitsland reden, reden regionaal of met als intercity. Dit zijn duidelijk de regionale. De reden dat ik deze heb, is omdat toen in de NS in, even denken, 2006 wist dat ze een tekort ging hebben met de nieuwe dienstregeling 2007, hebben ze een heel aantal van deze oudjes bij de Deutsche Bahnen gehuurd. Sommige hiervan hebben ze omgespoten in de NS-kleurstelling. Maar sommige reden ook zo, of de, in de rode variant nog rond. Deze Fleischmann modellen, ik heb zelf niet zoveel Fleischmann modellen, omdat ze meestal erg goed en wat duurder zijn. Zo ook deze, zijn best solide, hebben kort koppeling, zit nu Fleischmann koppeling op, maar het is een NAND schacht, dus ik kan er makkelijk wat anders op zetten. Dus ik ben niet vergis, kun je deze clipjes loshalen en dan kun je hem uit elkaar halen om hier interieurverlichting in te zetten en dan wordt het helemaal een duur verhaal. Maar het zijn vrij solide bakken. Ze zijn wat zwaarder, niet loeizwaar. Maar als je er veel aan elkaar hangt, heb je in ieder geval niet dat. Volgens mij zit ik hem verkeerd om te doen. Ja, ik zit hem verkeerd om te doen. Als je er wat meer aan elkaar hangt, heb je in ieder geval niet dat als je de bocht omgaat, de middelste van deze wagons van de spoor getrokken worden doordat. Doordat ze zo licht zijn en de locomotief harder vooruit wil dan dat deze de hoek om kunnen. Nou, één van deze heeft ook nog sluitseinverlichting. De vraag is natuurlijk welke. Dat is deze. Kijk, de bistro heeft dat niet. Dat betekent dat dit mijn dubbele zijn. Zo een beetje zie. Ja. Deze hebben allebei hetzelfde nummer, inderdaad. Nou, mag er nog één van weg. De bistro. Ja, van binnen ziet hij er, wat kan ik zeggen, ziet hij er leuk uit. Je kunt als je binnenkijkt de raampjes, door de raampjes heen nog, dat krijg je denk ik nooit op beeld. Nog net de salontafels zien zitten waar je kon aanschuiven. Ik denk dat ik er wel eens in eentje zo in heb gezeten in de tijd dat NS gehuurd had. Dat nog niet compleet verbouwd en dat je echt denkt, waar ben ik in beland? Nou, deze, tweede klas, heeft stroompickups op de wielen. Ik merk wel, dit ding is nu heel wiebelig, want er staat bijna niks meer op. Er is zoveel al weg. Nou, eens even kijken. Is dat wat? Stroompickups op de wielen. En dit ga ik nooit voor elkaar krijgen om dit te laten zien op deze manier. Nee, maar geloof me, aan deze kant gaan dan twee sluitseinen branden. Zodat je hem achteraan een hele reeks kunt rijden. Ik heb natuurlijk al de NS-variant ervan die dit kon, maar daar zit een decoder in. Deze heeft geen decoder. En ik denk ook dat deze dus wat langer in de doos zal blijven zitten. En ik kan niet zo snel mee gaan rijden op een baan als ik hem digitaal heb. Want dat zou betekenen dat ik hier een decoder in moet gaan stoppen. Een functiedecoder. Dat zou ik goed kunnen doen met een van die overgebleven lees-DCC's. Ik bedoel, een lichtje aan en uitzetten, dat lukt ze nog wel.
Maar dat was een beetje mijn aanwinst. En het laatste wat ik hier nog heb liggen in mijn oude huis. Op een oude overweg na. Kijk, zo'n oude. En deze twee. Voor de rest is alles over. Dus binnenkort zit ik op mijn nieuwe werkbank, een nieuwe plek. En ga ik eens denken wat ik ga opnemen, want ik heb geen materiaal meer op dit moment. Nog te druk om een baan op te gaan bouwen, nog te veel rommel. Maar misschien kan ik wel twee tafels tegen elkaar zetten en iets een rondje laten rijden. En tot die tijd, bedankt voor het kijken. Wanneer deze uitkomt, zit ik nog een week voor de verhuizing, denk ik. Dus de week erop zit ik precies in de verhuizing. Die zal ik zeker overslaan en daarna eens even kijken wat ik ga doen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Tot de volgende keer. Like, subscribe en deel het met je vriend, vriendin, hond, kat. Alles wat maar kan. Subscriben. Maak mijn kanaal makkelijker vindbaar. En tot over een paar weken.